Goede presentatie valt of staat met je voorbereiding. Je verhaal kan inhoudelijk nog zo goed in elkaar zitten als je op het moment suprem de draad kwijtraakt, dan heb je daar weinig aan. Je moet dus zorgen dat je voldoende geoefend hebt en dat je precies weet wat je wanneer wilt zeggen. Zo voorkom je dat al je interessante onderzoek verloren gaat in een chaotische of onduidelijke presentatie. Maar hoe doe je dat nou? Een presentatie goed oefenen. Hierbij zijn twee veelgebruikte methodes. Ten eerste, ofwel je verhaal volledig uitschrijven en uit je hoofd leren, of je verhaal uitwerken in steekwoorden en daarmee oefenen. Beide manieren hebben voor- en nadelen. Stel je kiest voor de eerste aanpak, helemaal uitschrijven, en je leert je verhaal van A tot Z. Een voordeel is. Dat je precies weet hoe lang je over je presentatie doet. Want je zegt elke keer hetzelfde. Ook weet je zo zeker dat je je verhaal op de juiste manier vertelt. Je kunt spelen met de woorden, pauzes en gebaren, tot je de juiste versie te pakken hebt. Eigenlijk ben je dan net als een acteur die zich aan een script moet houden. Maar. Er zijn ook duidelijk nadelen. Als je je verhaal zo grondig hebt ingestudeerd, wordt het moeilijk om het nog levendig en spontaan te presenteren. Je hebt de tekst zo vaak afgedraaid dat het al stijfjes wordt en daardoor minder interessant voor je publiek. Een ander nadeel van deze aanpak is dat het moeilijker kan zijn om de rode draad van je verhaal weer op te pakken als je een bepaalde zin vergeet of als iemand tussendoor een vraag stelt. Je hebt het verhaal namelijk als één geheel geleerd en je bent minder bekend met de afzonderlijke onderdelen. De alternatieve optie is om je verhaal niet helemaal uit te schrijven en te stampen, maar het te oefenen aan de hand van steekwoorden op een spiekbriefje of een spreekplan. Zo weet je ongeveer wat je wil gaan zeggen, maar je laat de precieze bewoordingen vrij. Het voordeel van die aanpak is dat je presentatie veel natuurlijker overkomt, want je draait geen verhaal af, maar je vormt het ter plekke. Als je veel oefent, zit het verhaal natuurlijk wel in je hoofd, maar elke keer wordt het een beetje anders. De ene keer gebruik je misschien een ander bruggetje, of je staat stil bij meer of minder details, en als je vastloopt, kan je veel makkelijker een stukje improviseren. Je weet nog welke onderwerpen aan bod moeten komen, en je weet ook dat je best een beetje kunt variëren op de weg daar naartoe. Precies daarin schuilt dan helaas ook weer een nadeel. Door je verhaal steeds anders te vertellen, varieert ook de lengte van je presentatie. De ene keer ben je wat breedvoeriger, de andere keer korter. Bij die aanpak is het dus minstens zo belangrijk om vaak te oefenen, zodat je weet wat je gaat vertellen en wanneer, en hoe lang de presentatie duurt. En zodat je voldoende marge incalculeert. Welke aanpak voor jou het beste werkt, moet je zelf uitproberen. Experimenteer maar eens. En voel je ook vrij om een combinatie te gebruiken. Leer bijvoorbeeld bepaalde technische passages uit je hoofd, omdat daar de precieze bewoording heel nauw luistert. En vertel de rest van je verhaal zoals het ter plekke in je opkomt, omdat de hoofdpunten toch wel in je hoofd zitten. Welke aanpak je ook kiest, time je presentatie tijdens het oefenen. Het is voor je publiek vervelend als je uitloopt, en voor jou vervelend als je wordt afgekapt omdat je tijd om is. Voor beide methoden geldt het trouwens: zorg dat je het oefenen echt als een generale repetitie beschouwt. Vertel je verhaal precies zoals je dat ook wilt doen tijdens je presentatie. Spreek extra duidelijk en gearticuleerd, laat af en toe een pauze vallen en laat je gezicht en je handen meespreken. Extra tip: Oefen een keer voor de spiegel, zodat je kan zien hoe jij overkomt. Of beter nog, neem het op. Zo zie je meteen wat er goed gaat waar je op moet letten. Misschien praat je te snel of sta je er onnatuurlijk bij. Dan kan je daar op dat moment gewoon nog iets aan veranderen. Al met al geldt, een goede praktische voorbereiding gaat echt helpen voor een betere presentatie. Niet alleen komt je verhaal helderder naar voren. Je hebt ook meer controle en je voelt je zekerder als je al weet wat je gaat zeggen. Dus leer je verhaal op de manier die het beste bij jou past: repeteer het een paar keer en let daarbij ook op je lichaamshouding, je stemgebruik en je gebaren. Zo ben je er op de dag van je presentatie klaar voor en sta je met een stevig verhaal in de spotlights.